Vandaag ben ik gaan varen met de Intex Explorer K2. Ik ben totaal niet thuis in opblaasbare kajaks, dus het is ook voor mij de eerste keer dat ik met een opblaasbare kajak ga varen. Ik was erg benieuwd, ik heb al heel lang in het internet rondgezocht, het hele internet afgestuind naar een boot. En ik wilde niet te veel geld uitgeven. Nou, vandaag heb ik dus helemaal geen geld uitgegeven, want ik mocht hem lenen. En ik moet zeggen, ik ben erg aangenaam verrast. Ja, het is natuurlijk een heel goedkoop bootje. Of ja, goedkoop is relatief, maar dit is gewoon absoluut instapmodel qua prijs. Ik kan de prijs niet zeggen nu, want die varieert gewoon. Maar het is, nou, als je een beetje goed zoekt, krijg je zo'n ding voor minder dan 100 euro. En je zou ook een tweedehands boot kunnen overwegen. Maar ja, wat mooi is aan deze boot is gewoon, je krijgt voor heel weinig geld gewoon echt veel plezier terug. Het is gewoon een leuk bootje om te zien. Ja, dat vind ik dan niet zo heel belangrijk, maar ja. Het is het materiaal is helemaal niet zo slecht. Ik ga niet beweren dat je hiermee wildwaterkajak gaat doen, want dat gaat verkeerd aflopen. Maar daar is deze boot ook helemaal niet voor gemaakt. Je kunt op deze boot of in deze boot met z'n tweeën varen, maar dat heb ik dus niet gedaan. Er wilde niemand mee vandaag. Dus was het een mooie gelegenheid om deze alleen te testen, want dat kan natuurlijk ook. Dus ik heb het tweede stoeltje ook niet opgeblazen, dus dat ik meer beenruimte heb. Ik ben zelf maar 80 kilo ongeveer en 1,80 meter. En dit gaat voor mij net, moet ik zeggen. Toen ik instapte, merkte ik dat de zijkamers, zeg maar de zijkanten van de boot, niet echt super hard opgepompt kunnen worden. Dat is, of tenminste, ik heb het misschien niet hard genoeg opgepompt, dat kan ook. Ik moet zeggen, dat was een beetje instabiel bij het instappen, maar eenmaal in de boot moet ik zeggen, was ik meteen aangenaam verrast hoe fijn ja, je eigenlijk zit. Ja goed, omdat je natuurlijk een opblaasbare boot hebt, zak je in het water, waardoor je gewoon snelheid opgeeft. Waar ik me het meeste zorgen om maakte was of de kajak stabiel rechtdoor bleef varen. Dat moet ik zeggen, dat valt eigenlijk reuze mee. Ik had het erger verwacht. Ik heb filmpjes gezien op YouTube van andere gebruikers van de Intex kajak en die gingen echt bij elke peddelslag van links naar rechts en dat was gewoon, ja, daar had ik zoiets van, nou moeten we dit wel kopen, zoiets. Je kunt ook de vin eronder zetten bij deze boot, maar dat heb ik niet gedaan omdat de roer heel veel ondiepe plek heeft waar je dus echt met die vin over de grond gaat slijpen en die kun je dus hier ergens onder bevestigen. Of kom ik er nou achter dat ik gewoon de hele tijd verkeerd om heb gereden, dat kan ook nog, of gevaren. Oh. Ik heb toch wat water gemaakt, zie ik. Nou ja, goed, dat laten we gewoon erin zitten. Ik hoop ook dat de beeldkwaliteit trouwens niet te wazig is, want het is echt enorm felle zon. Het is waarschijnlijk de hoogste stand van de zon vandaag. Maar het is hier gewoon prachtig. En ja, ik ben blij dat ik deze Intex een keer heb kunnen testen. Ik zal dadelijk tijdens het varen proberen nog een filmpje te maken. Ja, wat je bij deze boot in acht moet nemen is gewoon de volgorde van het oppompen. Dus kijk, hier zie je bijvoorbeeld nummer 3. Die pomp je dus als derde op. Hier heb je nummer 4. En dat wijst zich vanzelf. En meestal bij deze boten, ook bij andere rubberboten, begin je op de bodem bij 1. En jawel hoor, daar is nummer 1, dus de bodem. Het voelt allemaal prima aan, moet ik zeggen. En ik denk ook dat deze boten makkelijk te repareren zijn, mocht je een lekkage hebben. Of over een takje heen varen of iets in die koers. Dit snap ik niet helemaal. Ik pomp het op en het wordt eigenlijk meteen weer slap. Ik heb niet gecheckt of er ergens een lek zit. Maar het heeft verder ook weinig functie. Dit is misschien een beetje ja, voor spatwater of zo. Hier heb je nog wat touw. Je kunt de boot mooi vastmaken ergens. Dit kliptenband is voor de tweede stoel. Die ik vandaag niet gebruik, omdat ik alleen vaar. Ja. Wat moet ik er verder nog van zeggen eigenlijk? Een prima bootje. Dus als jij niet weet of kajakken iets voor jou is en je hebt, je hebt weinig geld of je wil weinig geld uitgeven omdat je misschien daarna meteen erachter komt, dit is niks voor mij, kan ik je alleen maar deze boot adviseren. Dus de Intex Explorer. Intex is ook bekend van de zwembaden. Dus ja, heel bekend merk. Het is echt definitief een instapmodel. Het is niet om, ja, ik zou het niet doen. Ik zou er geen dagtochten mee gaan maken, want dan ben je gewoon, ja. Dan ben je toch wel snel klaar ermee. Oh ja, wat ik er nog bij moet zeggen, dat komt allemaal. Dat kan ik je nu niet laten zien, want die heb ik bij de auto gelaten. Alles zit in een makkelijke rugzak. Dus het is goed te vervoeren. En deze hier, die vind ik erg fijn. De paddle.
paddle die kun je in volgens mij 1, 2, 3, 4, ja volgens mij 4 of 5 delen zelfs helemaal uit elkaar halen. Het materiaal is prima. Ja, het is natuurlijk, het is geen carbon, het is geen paddle van een paar honderd euro. Dat snap je natuurlijk ook wel, maar dat dit gewoon erbij komt. Er is gedacht aan die ringen hier. Ja, het is erg licht zie ik trouwens. Maar je ziet dus hier die ring. Die zorgt toch voor dat als je de paddle uit het water haalt, dat je ja, dat die minder water mee naar beneden brengt. Wat ook goed is, dat ze de gaatjes van de verdeelstukken waar je dus de paddels in en uit elkaar haalt, dat ze daar rubberdopjes in hebben gedaan. Heel irritant namelijk als je een paddel bent met goedkope paddels, met holle, ja, van, gemaakt van holle buizen, dat dan het water langzaam in die paddel stroomt. De paddel wordt steeds zwaarder en je wordt gewoon zeiknat. Daar hebben ze toch goed aan gedacht. De paddel is ook erg licht, wat ik ook fijn vind. Het is alleen, ja, het is niet stug. Hoe stugger een paddel, hoe beter natuurlijk. Vandaar ook die carbon paddels, en die zijn licht en stug. Hoe minder excentrische bewegingen, hoe efficiënter. Nou, dat was de review. Ik hoop dat jullie een beetje wijzer zijn geworden. Of dat jullie in ieder geval, ja, als jullie nog twijfelden over het aanschaffen van die Intex Explorer. Ja, mijn ervaringen zijn goed. Ik ben echt aangenaam verrast dat ik voor zo weinig geld toch een hele toffe middag op de Roer kon gaan varen. Je kunt er ook mee op de Maas gaan varen. Ik zou deze boot gebruiken voor lichtstromend water. Misschien een klein stroomversnelletje links en rechts, maar niet, geen wild water. In het Engels zeggen ze white water. Dat zou ik zeker niet doen. Ja, en op stilstaande meertjes is het leuk om een keer het midden van een plas op te zoeken en even ja, verkoeling te zoeken of een beetje ontspannen. Maar het is geen boot om lange trips mee te maken, omdat je gewoon ja, moe wordt van het paddelen, omdat je toch niet zo heel snel gaat. Dus door het lager zitten in het water, door de bodem, ga je gewoon wat langzamer dan een kajak van polyethyleen bijvoorbeeld of polyester. Maar goed, dat is voor mij eigenlijk vandaag geen probleem. Nou, ik ben nu in het varen. Dus, ja, ik moet filmen met de telefoon met één hand, dus het is een beetje lastig. Ook tegen het licht in wederom. En ik moet zeggen, de kajak gaat prima rechtdoor. Ik zou sowieso de vin echt niet erop monteren. Op ene keer is de rivier hier 3 meter diep in de buitenbocht en op andere stukken in de binnenbocht en zelfs in het midden schraap ik gewoon vol over de kiezelbodem. Dus die vin die zou ik niet eronder doen. Die vin die zou ik alleen gebruiken als je op open water gaat waar geen stroming staat en waar je weet dat het gewoon diep genoeg is. En dat zal de vaareigenschappen zeker verbeteren. Tenminste, ik heb het zelf nog niet geprobeerd, maar ik heb het wel gezien van gebruikers van deze boot dat die vin toch wel toegevoegde waarde heeft als je wat langere stukken op stilstaand water wil doorbrengen. Nou, ik zit inmiddels vast in een tegenstroming van de buitenbocht. Hier prachtige oevers, waar ook oeverzwaluwen in zitten. IJsvogeltjes kom je hier tegen, bevers. Gewoon een prachtig stuk natuur in Nederland. De Roer. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.